Lieve! Oh, Liefie Sassafras, hoe gaat ie hier? Nou, Anatevka, Anatevka, ja. Ik ben zo zenuwachtig. Ik heb een hele grote cadeau heb ik gemaakt. Een enorme grote kist van Sinterklaas. Ik heb er al Spanje op gezet en er zitten allemaal cadeautjes in voor Sinterklaas. Ja, en ik lieverd. Heb een kist gemaakt, ik heb helemaal niet geslapen, ik ben zenuwachtig. Oh god, maar iedereen hier toch? Zijn we allemaal zenuwachtig? Maar tante Sousa, zijn jullie zenuwachtig? Sinterklaas nou? Hebben we het al gezellig? Hebben we het gezellig? Zien we ze hebben het gezellig. Iedereen thuis ook. Fantastisch dat jullie er zijn. Soes. Lieverd. Waar is Sinterklaas? Maar dat kunnen we toch vragen? Oh. Ja, dat gaan vragen. We aan onze gastheer vragen. Oh ja? Ja, we hebben een gastheer. Speciaal vanmiddag op Fox Kids. Jullie kennen hem van Quattro Praatjesmakers Willem Wever. The one and only Jochem. Van Gelder! Yeah! Jochem! Hallo allemaal! Woe! Jochem! Zeg hallo allemaal! Oh! Woe! Kijk nou! Zo! Woe! Goedemiddag allemaal! Hoi schat! Van harte welkom op het grote Sinterklaasfeest. Het feestje. Wat we in de komende anderhalf uur live gaan vieren vanuit volgens mij de grootste feestzaal van Europa en omstreken. En ik begin meteen met een hele domme vraag. Een hele domme vraag. Ik begin aan deze kant. Hebben jullie er zin in? Ja! Deze kant even checken. Aan deze kant, hebben jullie er ook zin in? Ja! Ja, ik wist het, dit is een domme vraag. Ja! Hebben jullie er zin in? Ja! En daar zouden ze daar ook zin in hebben. Hebben jullie er zin in? Ja! Dat zeg ik! Even checken. Tante Sousa. Jochem, wat zie Anna je daar? Anatevka, wat zie je prachtig uit. Kijk eens even, dat is al fantastisch. Ja. Zien we dat even thuis. Prachtig, fantastisch. Prachtig. Zeg, ik heb meteen... Ja, ik wil je niet aan het werk zetten, voor zover jullie al niet flink aan het werk zijn. Nee, zet ons maar aan het werk, Sinterklaas, even voor de duidelijkheid, is bijna al hier aanwezig. Ja. En mijn vraag eigenlijk aan jullie is om natuurlijk die hoek in te gaan. Ja, en om ervoor te zorgen dat hij even nog niks hoort. Doen we. Ja? Regelen we. Sassafras? Sassafras? Ja, kom maar. Ja, kom ons achterna. Ja? Dat is goed. Tot zo. Oké. Ja, oké. Gaat goed. Dan ga ik even checken. Want ik heb hier een klein lijstje. Met daarop, je gelooft het niet, maar het is echt waar. Dan heb ik dus alle namen op van kinderen, ook een beetje van de papa's en mama's, die hier aanwezig zijn. En er is mij op het hart gedrukt om pas te beginnen als echt iedereen er is. Want het zou zonde zijn als er nog kinderen onderweg zijn. Dus mijn vraag is even, dan begin ik hier aan de... Wat is dit ook alweer? Dit is de noordkant, geloof ik. Hè? Dit is de noordkant. Ik tel tot drie om straks na de derde tel even je voor- en achternaam luid en duidelijk te roepen. Zodat ik echt zeker weet of iedereen er is. Ja, dat klinkt een beetje onzinnig, maar het is echt heel belangrijk, ja? Dus voor- en achternaam even keihard roepen. Begin ik met de noordkant. Jongens en meisjes, laat je horen. 1, 2, 3. Ja. Samantha is er ook, ja? Hier aan deze kant. Oké, dat is goed. Dan ga ik naar deze kant. Ja, dit moet even gebeuren, hoor. Dat hoort bij het ceremonieprotocolair. Dit is de oostkant. Die staat op de achterkant. Oostkant, ja. Ik tel weer tot drie. Even luid, duidelijk je voor- en achternaam. 1, 2, 3. Pascal is er. Dan moeten we op Pascal. Wacht, nee. Pascal was er ook. Nee, dat is goed. Dan nog even deze kant. Ja, we moeten echt, want ik zie een paar lege stoeltjes en ik vertrouw het niet helemaal. Gaat hij weer, hè? Voor, achternaam. 1, 2, 3, ja. Die is compleet. Die is compleet. En dan nog deze kant en dan hebben we alles gehad. En dan kunnen we meteen gaan beginnen. Tribune West, de westkant. Je weet het, hè? Goed duidelijk roepen, want anders vergeet ik je misschien. Even kijken. Dit zijn de kinderen van de west. Oh ja, het zijn er een boel. Kom maar op. 1, 2, 3. Ja. Pieter, het klopt, hè? Check, we kunnen gewoon gaan beginnen met het grote feest van Sinterklaas. En ik zeg met recht het grote feest van Sinterklaas. Want wie kan er nou zeggen dat hij op zijn verjaardagsfeestje 14.000 gasten heeft?
Wie kan er nou zeggen dat er ongeveer 500.000 jongens en meisjes thuis zitten te kijken naar zijn verjaardagsfeestje? Wie kan er zeggen dat hij gewoon een eigen fantastische band heeft? En daar mag eigenlijk nu al een applaus voor komen. De Zwarte Pietenband, de beste muzikanten van Sinterklaas. En dat is nog niet alles. Want wie kan er zeggen dat er speciaal voor hem gasten uit Nederland, maar ook uit het buitenland ingevlogen zijn om op te treden? Want straks komt daar de Sint te zitten. Sint heeft een verlanglijstje ingediend bij ons met alle acts die hij graag zou willen hebben. En wij hebben bij wijze van uitzondering zijn verlanglijstje ingevuld. Even één ding is heel belangrijk. We hebben namelijk, en nu moet ik echt uitkijken wat ik zeg, ook een verrassing voor Sinterklaas. Op een geheime plek, hier niet zo ver vandaan, is de Wegwijs Piet bezig, samen met een aantal andere Zwarte Pieten, om één, maar hou het voor je jongens en meiden, echt hou het voor je, om een gigantische megataart te maken. Echt een joekel van een taart. Aan het einde van het programma gaan we die taart aanbieden aan Sinterklaas. Ik stel voor dat ik even probeer, ik weet niet of het gaat lukken hoor, om verbinding te krijgen met de Wegwijspiet. Ja, ik zie hem al. Wegwijspiet, ben je daar? Ja hoor. Ja, ik kan je heel goed horen hoor. Ja? Hoe is het nou bij jullie? Is het al feestelijk? Nee, er zijn slechts 12 kinderen opkomen dagen. Nee, het is echt hartstikke feestelijk. Zeg, ik ga zo meteen naar de Sint. Zou jij aan de kinderen willen vertellen wat er gaat gebeuren? Ja, dat is goed. Ja. Ga maar gauw halen, want anders raakt hij de weg nog kwijt. Hè? Nou, nee. Succes ermee. Ja, dankjewel. Vertel nou, jongens, meisjes, ik ben hier niet alleen hoor. Nee, naast mij is de Franse meesterkok Alain. En weet je waarom? Omdat ik wou namelijk een hele mooie speciale taart voor Sinterklaas gaan maken. Maar ja, ik ben de wegwijspiet, dus ik kan eigenlijk alleen maar heel goed de weg wijzen. Maar Alain, die kan heel goed taarten maken. Hoe ga je dat doen, Alain? Kijk, ik heb mijn hele leven heb ik heel veel mooie taart gemaakt. Ja. Als Alain zegt taart, dan bedoelt hij taart. Maar dat komt omdat hij uit Frankrijk komt, zeggen ze taart. Ja. Misschien meer als duizenden. En ik hoef nooit in mijn eentje te doen. Nee. Dat straks komt vanmiddag een paar hele leuke mensen wat spulletjes voor ons te brengen. Voor in de taart? Ja. Oh, lekker. Maar jij moet ook mij helpen. Ja, natuurlijk help ik mee. Jij moet voor mij de gouden meters gaan halen. De wat? De gouden meters gaan halen. Een gouden meter gaan halen? Oh, dat klinkt meters. Maar waar moet ik dat halen? Ja, nee. Luister, als die taart klaar is, ik wil de gouden meters naar boven doen. Dat maakt extra mooi. Oh, ja. De gouden meter. Klinkt spannend, dat gaan we doen. Maar nou weet ik nog steeds niet waar ik dat ding kan vinden. Met deze speciale plattegrond. Oh. Ja. Maar je bent toch goed in? Jij bent toch de wegwijspieter? Ja, ik ben de wegwijspieter. Nou. Geef mij maar een kaart en dan komt het dik voor elkaar natuurlijk. Jij kan het toch? De wegwijspieter, natuurlijk. Ja. Nou, ga maar. Ja, ik ga zo snel als ik kan op de fiets. Is goed. Recht zo die gaat. Succes. En niet verdwalen, hè? Nee. Oké, dag! Kijk, daar gaat hij, de wegwijspiet. Ik haat Wegwijspiet. Ik haat alle pieten, maar het meest van alles haat ik die verschrikkelijke Sinterklaas. Ik heb nog nooit in mijn hele leven nog nooit een leuk cadeautje in mijn schoen gehad. Nog nooit. Maar dit jaar ga ik ervoor zorgen dat het hele Sinterklaasfeest niet doorgaat. Want ik heb hier namelijk een slaapdrankje. Ja, daar staat wel kersensiroop op. Maar dat is om die domme kok te foppen. Want die domme kok die mag niet weten dat er eigenlijk slaapdrank hierin zit. Niemand mag weten dat er slaapdrank in zit. Want ik ga die slaapdrank in de taart gieten. En als Sinterklaas dan een hapje van die taart neemt, dan valt hij in een hele diepe slaap. Dan gaat hij wel maanden slapen. Helemaal tot Pasen gaat hij slapen. En dan gaat dat hele Sinterklaasfeest niet door. En dan krijgt niemand een cadeautje in zijn schoen. Helemaal niemand. Ik ga nu naar binnen om een hulp aan te bieden. Dag, kok. Kokkie, hallo, kokkie. Ik hoorde dat je een taart aan het bakken was voor Sinterklaas. Ja. Maar wie bent u eens, mevrouw? Ik ben mevrouw Wendela en ik ben echt dol op Sinterklaas. En ik dacht, misschien kan die arme kok wel wat hulp gebruiken. Ja, zeker. Kijk, die der is bijna klaar, maar die ziet nog een beetje kaal uit. Beetje kaal, moet iets in? Ik wil iets heel mooi gaan doen. Dan moet iets speciaals worden. Oh, iets speciaals? Maar ik heb iets speciaals bij me. Kijk, ik heb hier namelijk een flesje kersensiroop. En zou dat dan niet iets voor die taart zijn?
Nee, nu niet. Luister, ik heb een recept. Ja, maar het is werkelijk heerlijk. Kijk eens hierop. Ik heb een recept mee gedaan. En daar moet wel een beetje zo blijven. Maar ik vind het heel leuk dat ik gekomen ben. Is dat waar? Om mij te helpen. Ik ben ook dus, zo blij. Ik ga helpen. Beetje kloppen, beetje ja, zo. Ja. Beetje erin, zo misschien. Ja! Ik heb even gecheckt. Jongens en meiden, dames en heren, papa's en mama's, ooms en tantes. Rustig blijven zitten, blijven ademen. De Sint is aanwezig. De Sint is aanwezig. Dus, nou ja, het lied wat we nu gaan zingen, dat spreekt voor zich. Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht. Maar zing het met z'n allen uit volle borst, zodat we meteen heel erg in de stemming zijn, hè? Pieterorkest, we zijn er klaar voor. Oké, hou je vast, want daar komt de Sint. Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht. Sinterklaas, we zijn hier goed. Hier is het. En we zijn zo blij, want we zijn geen stappen in de lucht. We zingen en we springen en we zijn zo blij, want we zijn geen stappen in de lucht. Sinterklaas is jarig. Sinterklaas is geen zette schoen. De zak van Sinterklaas, 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 de zak van Sinterklaas. Zo wil de zonnetjes daar stond hij, daar stond hij, daar stond hij, blijf van Sinterklaas. De hele. Zing even mee. De zak van Sinterklaas, 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 de zak van Sinterklaas. De stoomboot, jawel. Schiet stond er stoomboot uit Spanje weer aan. We zijn er al. Hij brengt ons Sint-Nicolaas. Sint zien hem al staan. Hoe het komt en waar heel mooi. Het komt en hier. Hoe waaien we de wind ons al heen en al weer. Zijn knecht. Assistent. Wie zo is, het lekkers in stout is, krijgt het hoog. Al lieve Sint-Nicolaas, kom ook weer bij mij. En jij dan in Sint-Nicolaas, het huisje voorbij. De deur, daar wordt dan hard geklopt.
zou dat zijn? Wees maar gerust, mijn kind. We zijn er, Sinterklaas, we zijn er. En we zijn er. Dag Jochie, zijn we er? Dag, dag Hoofdpiet. Ja, geweldig dat jullie er zijn. Wat een ronde, wat een ronde, wat een ronde. Het is een ereronde, hè? Dit is echt, ja, we kunnen meteen wel weer weg. Alsof het Olympisch goud is geweest. Liever niet, hè, we blijven nog even. Nee, we blijven nog. Sinterklaas. Voor Amerika langs gaan, Sinterklaas. Sinterklaas, mag ik u uitnodigen? Meneer Jochem. Ja, dag Sinterklaas. Ik heb speciaal voor u een soort skybox geregeld. Want ik weet dat u graag tussen de kinderen zit. Oh, dus ja. Kijk eens wat ik daar heb met een paar uiterst charmante gastvrouwen. Een skybox. Een skybox. Ja, het zit ook een beetje in. Kijk, de gastvrouwen die ik geregeld heb. Anna Tefka en tante Sousa. Hoi. Ja. En loopt u even met me mee. Dag Sousa. Ja. Het is een eer. Heb je het vrij gehouden? Ja, het duurt even. Nee, prima. Hij komt eraan. Ga er maar zitten. Gaat er maar zitten. Kijk eens. Ja, een speciale plek voor de Sint. Het is een hele klim, hè? Ja, het is even een klim, maar u kunt daar gewoon lekker blijven zitten. Komt u verder, Sinterklaas? Kijk, de Hoofdpiet is er al. Hallo, Sousa. Ik vind het orkest daar ook zo mooi. Die zitten daar in een soort taart, lijkt het wel. Kijk eens. Wat vindt u ervan? Komt u maar. Komt u maar. Het is toch goed geregeld, Hoofdpiet? Het is toch fantastisch geregeld. Ze zitten tot in de verste hoek. Sinterklaas! Daar in de hoek. Kijk, ja, ja, ze zwaait. Tante Sousa en Anna Tefka, ja, die hoef ik wat natuurlijk niet meer voor te stellen. Wat geweldig dat u er bent! De skybox! Gaat u kijk eens, dit is de skybox. Wat een feest! We hebben uw eigen stoel vanuit Madrid over laten vliegen. U herkent hem vast. Ja, nu even. En ik zou willen zeggen, neemt u hier plaats. Oh jongens, wat dat is in ieder geval een pak voor ons hart. Gaat u rustig zitten. Hoi. Gaat u rustig zitten. Hoi, gaat zitten. Sint! Wat ben ik ongelooflijk blij dat u er bent. Ik bedoel, we hebben geen ontvoering, geen problemen met de wegwijspiet. U bent er gewoon. Ik vind het fantastisch. Ja, ik vind het vrij gewoon, maar ik ben wel blij. Ja, maar ja, meestal is het zo, dan is het spannend en ja. Komt hij wel of niet. U bent, dus er valt voor heel veel mensen veel spanning weg al. Gelukkig maar. Ja. Even één ding, ja, ik wil niet flauw doen, maar wat vindt u ervan? Nee, toch. Hebt u dat zelf genaaid, meneer Jochem? Nee, ik heb wel zelf betaald. Oh, wat u, kijk eens, u staat. Ja, dat ben ik. En dat ben ik ook. En dit dat is de Hoofdpiet. En de Rijnpiet ben ik nog voor aan het sparen. Doe mij ook zo'n jasje, hoor. Ja. Maak eens een tourniquet. Even een, wat zegt u? Een tourniquet. Mag ik ook ronddraaien? U mag ook ronddraaien. Oh, kijk, de pakjesboot. Ja, oh. Sint, gaat u zitten, want we hebben een overvol programma. Dan moeten we gauw beginnen. We hebben artiesten geprobeerd te krijgen die op uw verlanglijstje stonden. Ja, allemaal gelukt. Daarnaast is er voor alle jongens en meiden hier in de zaal ook nog gelegenheid om de pakjes en eventueel tekeningen af te geven aan de pieten die er staan. Ja. En er worden een aantal kinderen, kan natuurlijk niet allemaal, maar worden door tante Sousa en Anna Tefka hier naartoe gebracht. Klopt. Ja. Om iets te zeggen, iets te zingen. Nee, maar wel zoveel mogelijk. Zoveel, ik weet niet of we de 14.000 af kunnen maken, maar ik weet het niet. Nou, we gaan het proberen. Papa's en mama's kunnen blijven. Papa's en mama's kunnen blijven. Ik heb meteen het eerste gastoptreden voor u. Ja, ja. Ja, en dat is volgens mij zo'n beetje het populairste kindertv-duo van dit moment. Ja. Ooit begonnen ze in de dierentuin, daarna gingen ze naar de camping, daarna kwamen ze op de boerderij. En vanochtend heb ik ze nog aan het werk gezien. Als linker en rechterhand van de politiecommissaris. Oh. Ik weet niet of de rest ook mee is gekomen. Maar jongens en meiden, als ik zeg soepkip, dan weten jullie wel waar ik het over heb. Hier zijn Ernst, Bobby en de rest. Dus huiswerk maken, pianoles. Wow. Hallo! Speelgoed dat steeds stuk gaat, ook de pest. En zing eens mee, met z'n allen! Kijk dan naar Ernst, Bobby en de rest. Dat kan toch harder? Ernst, Bobby.
Sinterklaas, heeft u een heel groot cadeau voor mij meegenomen, Sinterklaas? Een hele grote... Bobby, dat kan je toch niet zeggen tegen Sinterklaas? Dat mag je niet vragen. Soepkip. Soepkip? Ja, Bobby, je bent een soepkip. Ben ik een soepkip? Je bent de grootste soepkip die ik ken. Soms vergeet ik te denken, doe een appel een banaan. Zit ik net op de wc, heb ik mijn lange broek nog aan. Hij zou ook kunnen fietsen, met zijn jas verkeerd om aan. Hij kan 's morgens vroeg in zijn pyjama buiten staan. En zing eens mee! Maar ah, jongens, dat kan toch harder! En nog een keer! Wat is er? Dat is ook niet aardig om Sinterklaas een soepkip te noemen. Bobby, het gaat over jou! Ik eet de verkeerde dingen, dood kroketten in de sjem. Bots op tegen oude vrouwtjes of stap te vroeg uit de tram. Zit met zijn mouwen in zijn eten, houdt zijn hand niet voor zijn mond. Gert Verdemme zegt, hoe moet ik dat nou weten? En valt over een hond en zing eens mee! Op, jongens, dat kan toch harder! Met z'n allen! Nog een keer! Hey, Ernst! Ja? Dat liedje dat gaat over mij? Hé, hey, je bent er nog trots op ook, joh! Ik val uit alle bomen. Kijk uit! Heb een sneetje of een schram. Jochem! Laat mijn pannenkoeken vallen of ga zitten op mijn boterham. Hij rijdt zijn fiets in alle sloten. Huh? Schiet de bal in eigen doel. Goal! Struikelt over lege flessen en zakt geregeld door zijn stoel. Ah, ja. Je bent een zoekkip. Je bent een zoekkip. Hé, hey, Bobby, jij. Hey, hey. Je bent een zoekkip. En kan het ook wat harder. Er is een zoekkip. Hé, hey, Ernst. Ja. Dat liedje dat gaat niet over Jochem, maar dat gaat over mij. Ja, heb je het nou eindelijk door? Natuurlijk. Als je dan een soepkip bent en je raakt daaraan gewend, bedenk dan goed, het is best fijn en iedereen kan wel eens een soepkip zijn. Maar jongens, nou en allemaal. Een soepkip maakt het meeste geen ernst. Je bent een soepkip. Wat is ie? Je bent een soepkip. En oh. Nog een keer. Je bent een soepkip. Je bent een soepkip. Een hele grote bed. Je bent een soepkip. Je bent een soepkip. Soep, super de soep. Je bent een soepkip. Ik ben een hele grote. Je bent een soepkip. La 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 la. Je bent een soepkip. Hé hé, Bobby. Hé hé. Hallo allemaal. Oh, Ernst. Sinterklaas, wat kunnen deze kinderen goed meezingen, hè? Nou. Oh, jongen. Het ging lekker, hè? Hey, maar is het nou duidelijk wie de soepkip is? Even op. Ja, maar ik heb nog een vraag. Ja. We hebben een liedje, Jochem, en dat gaat over jou. En nee. daar kunnen ze ook zo leuk mee meezingen. Nee, dan ga ik even achter zitten, hoor. Weet je hoe het liedje heet, Jochem? Nou, ik ben bang, want ik heb al jullie cd's dat ik weet waar het naartoe gaat. Ik wil het niet weten, maar het zal wel over een konijn gaan, of niet? Precies, jongens en meisjes. Ja, natuurlijk. En zingen jullie weer mee met z'n allen? Het is mijn konijn, Ernst. We doen hem gewoon, Bobby. Doe maar mee. Het is feest, ik heb een konijn. En dat feest is helemaal van mij. Twee lange oren en een huppelstaart heeft mijn konijn. Mijn konijn, wat is dat ontzettend fijn. Mijn konijn, ik zou zelf wel konijn willen zijn. Jullie! Mijn konijn, wat is dat ontzettend fijn. Iets harder! Als hij hup, ik met hem mee. Door de kamer, langs de wc. Huppen door de lange gang met mijn konijn. Mijn konijn, wat is dat ontzettend fijn. Mijn konijn, mijn konijn. Ik zou zelf een konijn willen zijn. Jullie! Mijn konijn, wat is dat ontzettend fijn. Iets harder! Mijn konijn, ik zou zelf een konijn willen zijn. Hij heeft in de tuin een hok, stro en water waar ik hem mee lok. En is een heel gezellig huis bij mijn konijn. Mijn konijn, wat is dat ontzettend fijn. Mijn konijn, mijn
bang mijn vriend zal zijn. Ik kijk naar hem voordat ik slapen ga. Kijk je naar mij? Ja, hij is een konijn, hè? Hij heeft een prachtig hok. Zelfs een douchegordijn. Hij krijgt stro en blaadjes sla. Het is feest, ik heb een konijn. En dat feest is helemaal van mij. Twee lange oren en een huppelstaart. Wat kunnen zij lekker zingen? Hey Ernst, ik krijg een briljant idee. Een briljant idee? Weet je wat? We hebben nog geen Sinterklaasliedje gezongen. We hebben wel een Sinterklaasliedje. Ja, maar wij niet. Met z'n tweetjes. Dan gaan ze weg, Piet. Dan Bobby, gaan we... Bobby, wat ga je, wat ga je nou doen? Ik heb een heel goed idee, Ernst. Dan doen we eventjes... Hij is voor groot en klein, Ernst. Die is heel erg leuk. Hij is voor groot en klein. Kennen jullie die jongens en meisjes? Hij is voor groot en klein. Groot en klein, groot en klein. Hij is voor groot en klein. Bobby. Jongens en meisjes. Bobby, kom eens hier. Ik zie dat al die jongens en meisjes meedoen. Zo met hun handen. Hij is voor groot en klein. Echt waar? Zullen we dat eens even met z'n allen doen? Sinterklaas, vindt u dat leuk? Ja. Oké, dan gaan we dat even oefenen. Ja. Hij is voor groot en klein. Even met z'n allen met je handen dan, hè? Met je handen meedoen. Hij is voor groot en klein. Groot en klein. Groot en klein, hij is voor groot en klein. Jullie doen het verkeerd om. Jullie doen het... Hè? Andersom? Andersom, we doen het andersom. Hij is voor groot en klein. Groot en klein, groot en klein. Wat is er nou? Andersom? Verkeerd. Verkeerd. Oh, we doen het verkeerd. Hij is voor klein en groot, klein en groot, klein en groot. Hij is voor klein en groot, voorzien van een pepernoot. Wat is er nou weer niet goed? Hij is voor groot, wat is groot jongens en meisjes? Laat eens zien wat is groot. Ah. En nou klein, laat eens zien wat is klein. Oh, oké, wacht even. Zullen we nog eens oefenen, jongens en meisjes? Ja, ga nog een doetje. We deden het verkeerd. Dan beginnen we bij de hei. Ik ben er klaar voor, Ernst. Hei, ik hoor helemaal niks, dat kan toch iets harder. Hei, dat kan toch wel iets harder en iets hoger. Hei, is voor groot en klein. Groot en klein, groot en klein. Hij is voor groot en klein. Voorzien van marsepein. De bergen. En bergen, en bergen, en bergen suikergoed. Zo lekker, zo lekker, zo lekker en zo zoet. En daar komt hij weer, jongens en meisjes, zijn jullie er klaar voor? Hey, dat kan toch veel harder. Hey. En ook alle papa's en mama's. Hey, daar komt hij, jongens. Is voor groot en klein, groot en klein. En bergen, en bergen, en bergen suikergoed. Zo lekker, zo lekker, zo lekker en zo zoet. De zak van Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas. De zak van Sinterklaas, oh jongens, jongens, het is al baas. Daar stond hij, daar stond hij, daar stond hij blij van zin. De hele, de hele, de hele wereld. De zak van Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas. De zak van Sinterklaas, oh jongens, jongens, dit is zo baas. Dag Sinterklaas, dag jongens en meisjes. Tot de volgende middag. Dag Ernst. Dag. Bye bye. Oh, nog één heel groot applaus. Ernst, Bobby en de rest. Wat een feest, hè. Vindt u het? Ja, ik weet niet meer hoe ik het vind. Ik geniet alleen maar. Geweldig toch? Kijk eens. Kijk nou eens, kom eens hier. Paolo, Paolo, Paolo. Paolo, kom eens even terug. Kom eens even.
schattig. Niet bij me. Heb jij een tekening voor mij? Kijk! Mag ik het openmaken? Kijk, twee pieten en een hele kleine Sint. Een hele kleine Sint. En jij? Ja? Rianne? Rianne, ook een prachtige tekening. Kijken. Als jullie ook een tekening hebben hier allemaal, en geef het aan de pieten. Sinterklaas, oh, kijk eens, Piet. Kijk eens. Zelf gemaakt. Ja, ik ga er helemaal vandoor. Helemaal alleen. Of Piet, ja, natuurlijk. Regelt u het hier? Nee, wat? Ik regel het. Alles onder controle. Alles onder controle. Ben zo terug. Ja, nee, we zeggen niks. Wat zeg je? Met Meike. Wie is dat? Mijn zusje. Oh, heeft meegedaan. Nou, oh ja, Maaike, ik zie het. Maar kan jij ook een liedje voor mij zingen? Oh, dat willen we allemaal horen, Sinterklaas. Kom hier, op school. Ja! Spring. 1, 2. Hoppa! Zit dat lekker? Kom je ook bij Rianne, dat willen we allemaal weten. Zit dat lekker? En wie ben jij? Michelle. Michelle ook nog erbij. Prachtige kroon. Kom er ook kronen. Bij. Kom jij hier op de leuning? Paolo, hop. Hup, Michelle, kom Michelle hier bij zitten, me. Schat. Het wordt heel druk. Ja. Wat zingen we? Sinterklaasje bollebolle. Ja, graag. Leuk. Ja? Leuk. Jullie ook allemaal? Doe maar. Sinterklaasje, bolle, bolle, bolle. Gooi wat in mijn lege, lege tolle. Gooi wat in mijn laarsje. Dank u, Sinterklaasje. Applaus. Ja, applaus. Zo, even live. 14.000 mensen. Rianne, super. Nou, meneer Jochem, hoe vond u dat? Nou, ik ben ontroerd. Toch? Ontroerd dat ze gewoon op schoot van Sint, met 14.000 mensen erbij, het kan ze, ik vind het geweldig. Rianne Spiers. Dat zou u ook wel willen. Ik zou het graag willen, ja. Gezellig. Hoofdpiet. Hallo Jochem. Oh ja. Suza, kan je even... We gaan contact zoeken. Heb jij iets gehoord van de wegwijspiet? Ik heb inmiddels niks meer gehoord van de wegwijspiet. Er is altijd wat met die gozer. Wegwijspiet, hallo. We gaan even... Wegwijspiet. Suza, hou hem af, hè. Hou. Wegwijs... Jongens, even stiller. Sinterklaas mag dit niet merken. Even... Hallo, Ben... Ja. Dag, hoofdpiet. Dag. Heb jij de Gouden Mijter inmiddels gevonden voor op de taart? Ik ben op weg om de Gouden Mijter te halen. Ja. De Gouden Mijter voor boven op de taart. Dat is hartstikke mooi. Het gaat allemaal hartstikke goed, hoor. Gaat hartstikke... Ja. Alleen... Ik heb een lekker band. Een lekker band? Hoe kan dat nou? Pepernootje in mijn band. Pepernootje. Ik ben hem aan het plakken, hoor. Dus het gaat allemaal goed. Ja, maar schiet je wel op, want die taart die komt hier straks. En dan moet die hier zijn, die meter. Ja, ik zal opschieten, hoor. En daarom, als jij nou je mond houdt, dan kan ik tenminste weer doorgaan, hè. Met plakken. Ja, maar wel opschieten dus. Ja, ik schiet op. Ik ga op de fiets straks recht zo die gaat. Ja, scheef zo je praat. Komt goed, hoor. Komt allemaal goed. Dag wegwijspiet. Succes. Hij moet komen. Ja, was dat wel verstandig om de wegwijspiet deze belangrijke opdracht te geven? Ik bedoel, het gaat meteen al een beetje fout. Hè? Achteraf gezien was het niet verstandig, Jochem. Nee. Maar we tuinen er elke keer weer in. Maar het lukt wel. Het lukt wel. Ik heb trouwens een vraagje. Ja, ik weet niet of ik het je kan vragen, maar... Hoofdpiet, hoe oud ben je nou? Hoe oud ik ben? Ja. Achter in de 30. Achter in de 30? Ja. Als ik Abba zeg, wat zeg je dan? Dan zeg ik ja. Ja, welke? Ja. Annifrit of Agneta? Agneta. Ook Agneta? Ja, Agneta. Ja, het schept een band. Ik ben 38 en ook was op Agneta. Nou, het leuke is, de echte Abba, die zingen niet meer. Komen die hier? Nee, die worden gestalkt en zo, maar die zingen niet meer. Nee. Maar nu is het dus een nieuwe, jonge, verse, vrede, flexe Abba. Ik blijf nog even. Ja, ik zou... En ik ben, als je naar die kant kijkt, dan zie je meteen al de nieuwe versie van Agneta. Ze komen speciaal voor Sinterklaas. Echt uit Zweden. Dus ik begroet ze even in het kort op het Zweeds. Etienne, jo heel vrolijk alle bedrijf, holjan te de Sinterklaas. Jo hensel over alle jantereom. Jongens en meisjes, hoofdpiet, ga er goed voor zitten. Want hier zijn de Etienne! Super Troopa beans are gonna bite me, but I won't feel blue. Like I always do. Cause somewhere in the crowd there's you. I'm sick and tired of everything. When I call you,
That was Super Trooper from our first album. This next song we're gonna do is a song from our new album. So we really need your support here. Are you ready for Upside Down? Ik vind het ook heel... Weet je wat ik zo fantastisch vind? Dat die kinderen van ABBA geen dag ouder zijn geworden. Hey, hoe doen ze dat nou? Nou, ze hebben net hetzelfde recept als ik, denk ik. Dat denk ik ook. Ja, dat ik doen ze goed. Leuk. Ja, u houdt van muziek, hè? Ik hou veel van muziek en... En? Ik hou veel van cadeautjes geven. En ik heb nu een verrassing. Oh? Ja. Ja? Ja, ik heb een verrassing voor... Die hele grote kater, poes, hoe heet die nou? Van... Bedoel je Iek? Iek de Cat? Iek de Cat. Is die er? Iek de Cat van Fox Kids, bedoelt u? Ja, wie anders? Ja, Iek. Ik hou erbij, hoor. Iek de Cat. Iek komt bij Sinterklaas. Applaus voor Iek! Wat is de verrassing dan? Iek, kom eens even heel dicht bij de Sint. Lieve kat. Ja. Jij hebt samen met een heleboel andere artiesten een prachtige, hoe heet zo'n ding gemaakt? Nee. Een schijf? CD. Een CD. Oh, een CD, ja. Hij doet ook nog mee. Zeker. En die heet, ik weet niet precies, Fox Kids Hits of Hits Kids Fix. En die is goud geworden! Hij is goud! Yes!
En daarom, voor de goede orde, neem die kwalijk, Reempjes Piet. Hebben wij hier kijk de gouden plaat voor Ik de Kid. Een gouden plaat voor Ik de Kid met alle Fox Kids hits. Dankjewel, Sinterklaas. Ja, met deze cd is het heel goed gegaan. Dus ik zou bijna zeggen, vooral doorgaan. Ja! Oh, dankjewel. Wat mooi gerijmd. Kusje, kat. Ja, Sinterklaas, ik wil volgens mij bij u op school. Dan weet u al een beetje. Doe die apparaat. Hallo, hallo, ja? Susa, Susa. Okay, prima. Susa, Susa, Susa. Hoor je jou wel? Hoor je maar mij? Ja, ik hoor je, kok, ik hoor je. En hoor mij Sinterklaas op? Nee, de Sint is bezig. Sint hoort niks. Hoe gaat het allemaal? Nou, met de taart gaat heel goed. Ja? We zijn helemaal druk bezig. We zijn nog niet klaar. Maar ik verwacht. Kijk, ik zeg verwacht en je komt meteen. Kijk eens, Guus Meeuws. Ja? Met jou? Goed, wat leuk. Ik ben heel blij dat je bent gekomen om mij te helpen met die taart van Sint. Het is een hele eer. Ah, luister, heb je die roze slagroom meegenomen? Moet je eens kijken wat ik heb meegebracht. Ah. Nou, zullen we even proeven? Wij gaan even proeven. Oké. En? Oeh, wat ziet dat er heerlijk uit. Oh, hallo Guus, hallo Kokkie, even proeven. Lekker hè? Is het nou niet een beetje flat qua kleur? Zou die kleur nou niet wat roder moeten? Nee. Dat is toch ontoevallig? Ik heb hier een flesje slaapdrank. Dat zeg ik nou. Kersendrank bij me. En als we dat er nou eens doorheen mengen, zou dat nog geen idee? Nee. Zo is goed. Mijn oma maakt hem al zo. Oh ja? Ik heb nooit klachten gehad. Oh nee? Nee. Och, wat leuk. Wat schattig van je oma. Ja, ja leuk hè? Even ga ik jullie even laten zien. Zo is goed. Ja? Prima. Wacht, mislukt. Wat bedoelt u mevrouw, mislukt? Och, ja? Hallo. Zei ik mislukt? Ja, u zei mislukt. Nee, joh, mislukt helemaal niet. Alles loopt hier op rond. Rolletjes. Niks aan de hand, jongens. En zo, we gaan gewoon door. En dan gaat allemaal goed. Ga maar terug naar de kindertjes. Gaat helemaal goed. Ja. Doedoedoe. Dag. Beetje vreemde mevrouw, maar het gaat allemaal goed. Sinterklaas is ook weer een beetje bij. Zeker de Ike Cat zit er boven op. Ja. Gaat het allemaal goed? Ja. Sint, ik heb het volgende optreden voor u. Ja. Dus ik zou er weer even goed voor gaan zitten, want u had ook op het lijstje staan Tinkerbell. Ja. Daar heb ik eens gekeken, wat is nou Tinkerbell? Maar nou ben ik erachter gekomen dat in het verhaal van Peter Pan, het is die verhaal, daar zit een klein Tinkerbelletje. En wij dachten gewoon, laten we niet te flauw doen. Wij geven niet zo'n klein Tinkerbelletje aan Sint in de vorm van optreden. Wij geven twee joekels van Tinkerbellen. De Tinkerbells. En het leuke is, maar dan moet u maar kijken, de hoofdpiet gaat ook nog als gast optreden. Nee, hè? Ja, het is echt waar. Als het maar goed afloopt. Nou, het was niet tegen te houden, maar komt allemaal goed. Ga maar kijken, want hier zijn de Tinkerbells met speciale gast, de hoofdpiet. Hallo allemaal. Hallo. Dag Sinterklaas. Dag Hoofdpiet! We gaan voor u een heel mooi liedje zingen. Heb je geen geluid? Mag ook het ook geluid? Kunnen jullie dat even roepen? Ik mag meedoen, jongens. Zingen samen met Hoofdpiet. Zit maar gaan zwemmen in de zee. Diep in de zee. Doe jullie allemaal mee? Sebastiaan de Klap. Zwemmen allemaal, jongens. De blaadjes zijn altijd groene in Amsterdamse zee. Maar als je daarvan gaat dromen, dan ga je een grote fout. Waarom ben je niet tevreden met al wat de zee je biedt? Het is hier toch mooi beneden, dat vind je daarboven niet. Daar komt ie. Diep in de zee. Diep in de zee. Diep in de zee. Diep in de zee. Ik zal je zo missen, tussen de vissen, blijf op beneden. Daar werken zij de hele dag, nooit hoor je eens een schapenlach. Laat ons bedrijven met onze lijven diep in de zee. Diep in de zee, allemaal jongens, zwemmen hoor. We gaan diep in de zee zwemmen. Bij ons is de vis gelukkig, al krijgt hij niet veel zon. Aan land heeft de vis de pest in, want daar zwemt hij in een kom. De vis in de kom zal denken, wat duurt hier het leven kort. Want gauw krijgt een baasje honger en belandt hij op een bord. Oh jee, diep in de zee. Diep in de zee. Diep in de zee. Diep in de zee. Niemand die kwelt ons. Niemand bestaat.
bestelde voor zijn diner. Wij vallen bij mensen in de smaak, toch krijg je ons niet aan de haak. Het is veel gezonder, niks geen gedonder, diep in de zee. Diep in de zee. Diep in de zee. Diep in de zee. Ik zeg het je eerlijk, hier is het heerlijk, diep in de zee. Moet je die Rob zien en die Steur, die zijn in een razend goed humeur. En kijk nou die heren, mooi musiceren, diep in de zee. Zet er zee, jongens. Die... Vooruit met de fluit, die karper, die hart. En dat is dus de bas, die klinkt lekker luid. Een koper kwartet, de schotrol op hol. De boom pakt de saxofoon. De rock speelt toch nog de pink, hey die swing. Die gaan aan de zwier, die griet daar, die swing. De spier in de sprot, oh wat een genot. Die blaast zich barstens vol. Allemaal! Gaan we allemaal helemaal zwemmen, jongens, diep in de zee. Denk aan Sebastiaan, tussen de vissen. Wat en alle sardientjes, alle sardientjes, zijn toch je vriendjes. Maar dan moet je helemaal rondmaken. En boskraal. Modulatie. Diep in de zee. Diep in de zee. Diep in de zee. Diep in de zee. Al die sardientjes zijn toch mijn vriendjes. Yippie-a-yay. Hier in de zee heb ik het best. We hebben zelfs een beter orkest. Zorgen vergeet je altijd een beetje. Diep in de zee. En net als de slakken blijven we plakken. Diep in de zee. Als een extase. Waar wij naar streven is een goed leven. Wij zijn tevreden, heel ver beneden. Diep in de zee. Woe! De elfjes. Dank jullie wel. Jongens, praat over de elfjes. Zijn er nog meer danspietjes? Natuurlijk. Niet meer alleen ook. Ik zie er heel veel. Ik zie ook heel veel kinderen die kunnen dansen. Maar nog een paar danspietjes. Ja, wij volgen de leider, de leider, de leider. Ja, wij volgen de leider, waar hij ook gaat of staat. Hoe lang het ook mag duren, mag duren, mag duren. Hoe lang het ook mag duren, we staan voor hem paraat. Tidom, tidee, van tiddeldiedom, tidee. We volgen hem door dik en dun, van tiddeldiedom, tidee. Zing mee met ons. Geef je zorgen de mond, zing van tiddeldiedom, van tiddeldiedee. Doe maar met ons mee, doe mee. Als je van dieren leren kan, van slimme beren leren kan, is dat iets wat je echt proberen moet. Want hoe je profiteren kan, daar weten beren veel meer van. Een beer die is als leraar dieren. Het bos is een wonder. Ja, hij eet alles op, alles. Sla over zijn noodstuk. Ja, op je dikke, op jouw dikke kop. De lekkere honing van een bij maakt dat dier zeer speciaal van mij. Op mieren smaken deksels goed. Een mier die houdt van lekker zoet. En mieren smaken naar meer, veel meer. Er valt een heleboel te leren van een mier. Ja, van een beer. Als je van beren leren kan, van slimme beren leren kan, dan is dat in het bos een groot gemak. Ja, wat een beer je leren kan, dat zal je zeer waarderen dan. Het oerwoud valt je minder op je dak. Maak zelf eens een fruitsla. Met sla dat prikt. Ja, iets waar die van uitgaat, zodat die nooit schrikt. Denk je, er prikken er misschien een paar. Pas op je clown en Kees is klaar. Een grote boom die krijgt een touw. Beer schudt het eet uit zijn mouw. Begrijp je hoe het moet? Begrijpen jullie hoe het moet? Als je van beren leert, dan weet je hoe het moet. Ja, hoe het moet. Gaan we eens even kijken hoe dat Jungle Orkest er vanaf prikt. Alles. Sla open zijn noodstuk op je dikke kop. De lekkere honing van een bij maakt dat dier zeer speciaal voor mij. Op mieren smaken
een deksel zoet. Een mier die houdt van lekker zoet. En vrienden smaken naar meer, veel meer. Er valt een heleboel te leren van een mier. Ja, ja, van een mier. Allemaal in je handen klappen. Als ik van beren leren kan, van slimme beren leren kan, is dat iets wat je echt proberen moet. Want hoe je profiteren kan, daar weet de beren veel meer van. Een beer die is als leraar beren goed. Prima! Dan gaan we met z'n allen Caribisch dansen, jongens. Gaan we staan. Fiesta, fiesta! De Tinkerbell! Dag! Dag Tinkerbell! Sinterklaas. Ja, ze kunnen het wel. Ja, ze kunnen het zeker. U weet wel wat u op uw lijstje gezet heeft. Ja, maar alleen die verrassing van de hoofdpiet. De hoofdpiet zingt het laagste lied. Vind ik wel leuk. Ja, ik vond hem geweldig. Dankjewel. Ik vond hem ongelooflijk. Sinterklaas, hoe vindt u het tot nu toe? Ik bedoel, heeft u het een beetje... Ja, eigenlijk hoef ik niet te vragen, want ik heb het gezien. Nou, ik ben bang dat het niet nog leuker kan worden. Nou, moet u niet zeggen. Stel voor, bijvoorbeeld, om een leuk lied nog even te zingen met z'n allen. Want dat hebben we het begin even... Met z'n allen? Is dat leuk of niet? Dat vind ik bijna nog leuker dan wat ik al gehoord heb. Dat bedoel ik. Bijvoorbeeld, Sinterklaas is jarig. Oh ja. De Goedpasaar, hoop dat hij er voldoet. Met ja, wist ik het maar. Hier zet ik wat later en wat hooi voor paard. Want dat trouwe beestje is dat heus wel waard. Ja, het was kort maar krachtig, maar toch even lekker, of niet? Het is wel grappig, ik ben bijna jarig. Maar ja. Als u nou niet gauw aan uw werk gaat, dan bent u nog lang niet jarig. Ja, ik ga weer aan het werk. Als u dan gaat zitten... Rustig, want dan ga ik de volgende act aankondigen. Want u had ook op uw lijstje staan het volgende optreden. Daar stond op iets van een goochelaar, een illusie. Want u houdt van goochelen. Ja, Hans Kazan. Nee, die hebben we niet. Oh. Nee, die hebben we niet. We hebben nog een veel betere. Want we hebben een echte illusionist. Ja. Dat is eigenlijk een ander woord voor goochelaar. We hebben ook nog een paar bamboeberen erbij. Oh. We hebben een grote doos. En als je dat allemaal bij elkaar neemt... Wat krijg je dan? Nou, laten we maar gewoon gaan kijken. Hier is Ronald Moré en de bamboeberen. Yeah. Hey! Hallo jongens! Hallo meisjes! Hallo mama's en papa's! Dag Sinterklaas! Dag! Hey jongens, ik wil een geweldig 1, 2, 3 applaus horen. Klappen, stampen, schreeuwen voor de bamboeberen! Hallo, Snowy! Babbeli, kom nou joh! Hier zijn we al. Ja, en ik ben er helemaal klaar voor. Ja, wij ook. Trouwens, Babbeli, heb je het gehoord? Wat een geweldig 1, 2, 3 applaus was dat. Jongens, laat het nog eens één keer horen. Klappen, stampen, schreeuwen! Dankjewel, dankjewel. Wat een applaus zeg. Goed, hallo allemaal, leuk dat jullie er zijn. Ja, en leuk dat jij er bent, Bamboli. Want we hebben hier een prachtig mooi feest. Ik hoorde net iemand zeggen dat er straks allemaal zwarte pieten komen. Ja? Wat zijn dat? Is dat iets spannends? Ach, je gaat mij toch niet vertellen dat jullie in het bamboebos geen zwarte pieten en Sinterklaas kennen, hè? Die zijn er. In het bamboebos in China kennen we helemaal geen Sinterklaas en zwarte pieten. Juist. Ik heb nog nooit gezien. Heb je echt nog nooit van dichtbij een Zwarte Piet of een Sinterklaas gezien? Nou, kijk, dat is Sinterklaas, Bamboli. Dag Sinterklaas. Dag, en daarnaast zitten de Zwarte Pieten. Maar ja, ze zitten een beetje ver weg, hè. Bamboli, ik zal jou van dichtbij laten zien hoe een Zwarte Piet eruit ziet. Want achter jou staat de kledingkast van Zwarte Piet. Zullen we kijken? Zal ik hem open doen? Ja.
Weten jullie het zeker? Mag dat? Doe ik het stiekem hoor. Even heel voorzichtig. De kledingkast van Zwarte Piet. Oh, kijk nou eens. Het is de Showpiet kledingkast, Bamboulie. En dat kun je ook zien, want de Showpiet heeft extra mooie Showpiet kleding. Kijk, blauw met geel en een kraag en heel mooi. Hé, hey, nou krijg ik toch opeens een goed idee? Als we nou eens proberen om hier een echte Zwarte Piet van te toveren. Helpen jullie mee? Ja, oké, okay, dan hang ik het even in de kast. Eerst het pak, dan de broek en dan de deuren dicht. En dan hebben we natuurlijk een echte Showpiet goocheltruc nodig. Wie weet er een? Ik weet er een. Wat dan? Mik, mak, mo, wij doen het zo. Hé, hey, die ken ik nog niet. Dat gaan we even met z'n allen proberen, hè? Met je eerste hand. Mik, mak, mo, wij doen het. Heel goed. Tel ik tot drie, doen we het allemaal tegelijk. 1, 2, 3. Mik, mak, mo, wij doen het zo. Hé, hey, nou ga ik de kast één keer ronddraaien. Oh, zou het lukken, zou het lukken, zou het lukken. Blazen jullie eens even allemaal richting de toverkast. Nog harder. 1, 2, zal ik het doen? 3. Waar ben ik nou? Waar ben ik nou? Waar ben ik nou? Kijk nou! Ronald! Bangsweers! Ik ben Bamboulie. Ja, en dat is Loli. Hoi. Oh, wat geweldig, Piet. Zeg, Piet. Nou krijg ik eindelijk zeker mijn pepernoten, hè? Pepernoten? Ja. Pepernoten? Ja. Zijn die net zo lekker als bamboetaartjes? Nou. Is het misschien mogelijk, kunnen Bamboulie en ik dan ook pepernoten krijgen? Tuurlijk, hè, Piet. Nee, ik heb geen pepernoten bij me. Dit zijn de cadeaus. Pepernoten? Ik wilde net pepernoten pakken en flits, ik was hier. Nou, dan zitten we toch met een groot probleem, want we wilden pepernoten hebben voor Slowly. Ja, maar jij kan toch goochelen? Ja. Laat eens zien dat je kan goochelen. Zullen we dat doen? Ja! Oh, wacht even. Kijk, Piet. Ik heb hier een echte grote toverdoos. En als we nu eens gaan proberen om in de toverdoos pepernoten te goochelen voor Slowly. Helpen jullie weer mee? Ja. De toverspreuk Mik Mak Mo, wij doen het zo. 1, 2, 3. Mik Mak Mo, wij doen het zo. Ratata, ratata. Ja! Pepernoten. Oh, kijk eens, Loli. En er zit een heel groot stuk chocola bij. Lekker, kijk. Lekker. We krijgen echt de bamboe taart. Nee, pepernoten. Nou, dan wil ik het grootste stuk. Ja. Helemaal niet. Ik. Nee, ik. Nee? Ik? Nee, 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 ik. Ik? Nee, ik. Ik? Nee. Showpiet. Ja, Ronald. Ik wil meer. Nee, ik. Je denkt toch niet dat ze dat allemaal op gaan eten in hun eentje, hè? Nou, het zijn wel hele goede pepernoten. Het is een goed pepernotenjaar. Echt waar? Echt waar. Eten. En jongens, denken jullie dat ze het allemaal opeten? Nou, kom op. Erachteraan, Piet. Oh, Bamboulie, Slowly. Waar zijn jullie? Oh, daar zijn ze. Pepernoten, kom hier. Dat willen ze ook hebben. Ho. Oh, gelukkig, ik heb zo'n Sinterklaas. Het komt goed, hoor. Dag, Sinterklaas. Dag. Dag, jongens. Oh, ja, geef ze een applaus voor Ronald Moree en zijn bamboeberen. Hoofdpiet. Jochie. Wat vond je ervan? Van de truc? Ja, ik vond dit een geweldige truc. Overal is personeelstekort. Je moet gewoon die man uitnodigen en... Je hebt er weer een stuk bij. We hebben nog een stel. Ja, Hoofdpiet. Hallo. Oh, wacht even, jongens. Weg bij Piet. Suza. Heb je de taart nu? Waar ben je? Bijna. Want het is een kleine moeilijkheid. Volgens mij klopt de kaart niet helemaal, Hoofdpiet. Kaart? Ja, ik kan het eigenlijk niet vinden. Wat is dat nou voor kaart? Laat hem eens goed zien dan. Wat heb je nou voor kaart? Kijk. Een landkaart. Ja, maar hij is op zijn kop, man. Ja, je moet hem omdraaien. Daarom rij je verkeerd. Draai hem om. Omdraaien. Nee, dat komt... Kijk, we zijn hier aan de andere kant van de wereld, snap je? Dus dan moet je de kaart ook andersom doen. Doe niet zo raar. Anders vind je het natuurlijk niet. Maar ja, goed, als jij vindt dat ik hem om moet draaien, nou, dan hou ik hem wel zo.
Oké, okay. En dan fietsen en opschieten, want die taart kan ieder moment komen. Ja, nee, ik schiet op hoor. Die meter moet erop. Ik vind die gouden meter wel hoor. Recht zo die gaat. Recht zo die gaat. Dat komt natuurlijk niks zo. Als ik die kaart zo moet houden, kom ik nooit bij die gouden meter. Er is altijd wat met die man. Ongelooflijk. Kokje, wacht, de Basia dan hier zijn we. Ja, ik ben Basie, jij dan die Adriaan. En tezamen zijn wij Basie en Adriaan. Jullie komen precies op de goede moment. Dat is de chocoladesaus. Is die warm? Oeh, wat heet warm. Kijk eens, ik heb mijn neusdroom verbrand. Ja. Maar volgens mij dat niet in rijk hier wil ik het proeven. Maar dat mag niet. Deze saus is alleen voor de taart van Sinterklaas. Ja. Nou, is nee, goed. Kom maar. Ik pak hem wel even. Dankjewel. Dan kunnen jullie even bijkletsen. Zet ik hem nog even op het vuur. Zeg, wie is die mevrouw? Kijk weg. Ja, het is mevrouw Van Dela. Ze is een hele goede hulp van mij geweest. Ah, heb je het meer hoor? Ja, ik heb natuurlijk nog heel veel te doen. Zullen we verder hebben de saus? Ja. Ja, want die moet nog even geproefd worden. Ja, goed. Die hoeft niet geproefd te worden. Je hebt al 4 maal. Nou, die dan saus is nou, dat is prima. Mevrouw Van Dela, laat de saus hebben. Die ziet er goed uit. Moet misschien nog een drupje aan? Nee, is prima. Zo is prima. Een scheurtje, klein. Nee. Klein scheurtje. Dat hoeft helemaal niet. Ja, en we zijn weer terug vanuit de grote feestzaal bij het grote feest van Sinterklaas. Het komt helemaal goed met die taart. Even een vraagje. Ken jij de berenboot? Heeft het over ja. Echt waar? En u kent ze ook, hè, de beren? Kapitein Bron. Welke nog meer? Even kijken. Brilbeer. En Maatje. En Maatje. Het is eigenlijk een beetje uit onze tijd, maar het is ook weer terug. Want jullie kennen de berenboot wel of niet? Nou, Sint, die kent ze, want die heeft ze ook op het verlanglijstje gezet. En daarom zijn ze hier, samen met de berenbootjes, eigenlijk de kleine zangeresjes en zangers. Jongens en meiden, geef ze een applaus. Hier is kapitein Brom en de berenbootjes.
ben dol op boten. Ja, ik wil graag meevaren. En dan hier zo'n hele leuke bemanning erbij. Ja, leuk. Dag, Pieten, Beren, Beren, Pieten. Ja, leuk hoor. Sinterklaas, gaat u er maar weer even voor zitten. Ja. Hoog bezoek. Hoog bezoek. Dames en heren, komt u maar door. Sinterklaas. Kijkt u eens. Welkom. Zwarte Piet. Hé, wat leuk. Zo zie je hem niet. Zo zie je hem wel. Hoe heet jij? Tinkerbell. Roy. En jij? Josephine. Kimberly. Hoe? Kimberly. Kimberly. Nou, rijmpjes Piet, kom maar eens tevoorschijn op Kimberly. Kimberly, ik weet het niet. Ik kan er niet op rijmen, niet. Nee, dat is hier. Het. Ik weet het wel hoor. Kimberly, kom maar op mijn linkerknie. Juist. Dat kan ik toch niet zeggen. Gezellig. Boy er ook bij? Rijmpjes Piet? Voor Boy? Boy, wil jij een liedje zingen? Kan je dat? Ja. Echt waar? Ja. Dus ik ben niet de enige Piet die hier een liedje kan zingen? Nee. Kan je wat zwaarder zingen? Zo? Ja. Oké. Okay. Nee, ga maar Boy. Doe maar. Zing maar. Moet nog even nadenken. Even nadenken. Oh, even een momentje. Nou, Boy moet is, even nadenken. Het is live, Boy. We hebben nog een uur. En jij kan een liedje zingen misschien? Komt-ie. Boy wat in mijn laarsje. Dank u, Sinterklaasje. Ja. Goed zo, jongen. Oh. Mooi werk. En wil jij misschien Sinterklaas een enorme zoen geven? Ja? Geef mij een kusje. Oeh, ja. Lekker. Nog nou, een van jou. Lekker. Oh. Nou, Sinterklaas, wacht even. We willen eigenlijk allemaal Sinterklaas wel een kusje geven, ja, toch? Ja, dat kan. Ik kom er aan. Wie wil Sinterklaas een kusje geven? Hebben jullie nog even? Dat zeggen we. Hij komt langs. Komt er één nee, dat kan niet. Grote... Nou, nee, dat duurt uren. We zijn live op Fox Kids. Oh, ja. Eén grote dikke klapzoen. Ja, kan ja? dat? Allemaal even de lippen. De lippen. Ja, daar gaan we. In 3, 2, 1. Oh, lekker. Ja, mogen we... Ik keer meteen mijn andere wang toe. Oh ja, doen we meteen 2, 3, 2, 1. Oh, mogen we nou ook een kusje terug? Mag ik wat terug doen? Ja, lekker. Zal ik jullie allemaal een lekkere, dikke klapzoen geven? Wie niet wil, die houdt zijn handen maar voor zijn gezicht. Nee, goeie wang voor, goeie wang voor. Tellen. 3, 2, 1. Oh. Lekker! Is hij bij jou ook aangekomen, Jochem? Hij is blijven steken hier. Ik wil kan er nog eentje deze kant op komen? Sinterklaas? Aan de overkant? Ja, niet hij ging er overheen namelijk, ja. Dan moet u even bukken. Oh, nee, ik had er zelf een graag willen hebben. Nee. Maar... Oh, sorry, ik buk. Kom, sorry. Zeg. Ga er maar aan overheen. Aan de overkant, hè? Ja, Jochem nog één keer. Laag, het orkest laag. 3, 2, 1. Ja, is hij er? Ja, ja, ja. Is hij er? Zie je? Ja. Hij is er. Oké, hey, hallo, wacht even. Kom. Hallo, ja, ik hoor je. Kok, hoe gaat het met de taart? Ja, bijna klaar. Ik wacht alleen maar op Diana en die wegwijsbiet. Ja, goed. Kaarsen. Ja, heel mooi. Hey. Is de juiste Diana getal dat je hebt? Ja, 133. Ik heb het al 5 keer geteld. Maar ik wist helemaal niet dat Sinterklaas 133 werd. Nou ja, helemaal niet. Maar volgens mij weet niemand hoe oud hij is. En volgens mij is hij veel ouder. Dus ik heb besloten om gewoon 133 kerst daarop te doen. Is toch goed? Oh, ja, dat is hartstikke veel. Ja. Nee, ik dacht, als de Sint nou echt 133 wordt, dan heb ik misschien een leuk nieuwtje voor het School TV Weekjournaal. Maar dan zoek ik wel wat anders. Oké, okay, laten we met z'n allen die kerstjes daarop doen. Even op. Dat wordt mooi, hè? Hey, jongens! Volgens mij hoor ik daar de wegwijspiet aankomen! Nee, ja, mensen, gaan eens kijken of je er gaat komen! Laten we gaan kijken. Ja, dan moet je snel handelen. Nu komt het erop aan. Oh. Oh. Zo, daar zal Sint van Smullen. Jezus, wat is die achter? Zo. Nou, het was hem hier hoor. Oh. Mevrouw Wendela. Oh. Het was een vuilniswagen, helemaal geen wegwijspiet. En de wegwijspiet, die rijdt op een fiets. Ja, hoe komt u erbij? Ja. Nou ja, ik dacht, wat hoor ik daar? Hoor ik daar niet? Nee, helemaal niks. Eigen kip
Kimbel meer, het is jammer, geen werwees, Piet, geen gouden meters, maar de tat moet mee. Beter een tat als geen tat. Ja? Het is jammer, maar... Kom jongens, de tat moet naar de zin. Ja, maar het... Wat zal ik er blij mee zijn? Pak haar, Piet. Pak het lucht, zo voorzichtig, die mooie taart. Oh kok, wat heb je wat erin gedaan. Ja, nee, dat gaat helemaal goed komen. Die taart, dat wordt prachtig. Wat ook prachtig is, is de dames waar ik nu tussen sta. De volgende gast is eigenlijk, stond op nummer 1 van het verlanglijstje van Sinterklaas. Sinterklaas, gaat u nu maar eens even staan. Nee, want hè? Ja, als ik bijvoorbeeld zeg... Kissy, wat zeggen jullie dan? Kendo! Ja, en nou is het zo, dan moeten we even maken we een soort verrassing voor Jody Bernal. Dat weten jullie allemaal, 15 weken op nummer 1. We gaan met z'n allen even die oefeningen goed instuderen. Dat als die straks komt, dat die verbaasd is en denkt... Jongens, ik wist niet dat het zo hard ging dat iedereen die oefeningen kent. Dus als jullie mij even willen helpen... Dus even voor deze kant, Kissie Kino. Hoe is het weer? Kiss. Ja, heel goed. We gaan naar die kant. Dames, loopt u even mee met mij. Ja, we doen even alle... Ja, dat moet even, zodat iedereen het weet. Kijk even goed naar de dames, niet naar mij. Komt u weer. Kiss. Kino. Zit erin. We gaan naar deze kant. Het is maar goed dat er vier kanten zijn. Dames, ja, daar hebben we wat te doen, hè. Zijn jullie er klaar voor? Gaat u nog één keer? Komt u. Kiss. Kino. Hou hem vast, hè. En dan nog deze kant en dan kan die echt komen. En dan gaan we met z'n allen ook staan en dan gaan we die bewegingen allemaal maken. Oké, voor deze kant nog één keer. Kiss. Kissie. Kino. Ja, we zijn er helemaal... Jullie, we zijn er klaar voor toch, of niet? Sinterklaas, u heeft hem ook helemaal strak. Ja. Ja. Oké, ik zeg niks meer. Ik blijf er ook bij. Ik ga aan die kant staan. Jongens en meiden. Nu gaat het echt een gekke boel worden. We gaan de zaak op de kop zetten. 15 weken op nummer 1. 3 keer platina. Hier is voor jullie Jody Bernal!
Ik wil één ding zeggen. Ik vond het echt fantastisch. Het is echt heel leuk hoe jullie meededen. En de Sinterklaas natuurlijk ook. Hij deed echt fantastisch. Ik wil meer. Ik wil meer. We willen nog meer Sint. Jullie willen nog meer? Zeg, jullie willen er nog één. Is goed. Zou je de nieuwste willen doen? Die vind ik zo mooi ook. Oké, voor de jullie. De nieuwste? Ja. Okay. Hier komt ie, voor jullie. Komt er nog één. Komt er nog één. Abra mi corazón. O bambolero, lero, lero. Cierra mi dedo. Que yo te quiero, quiero yo. Hey yo, hey yo. Bambolero yo. Sinterklaas, was dit zo'n beetje wat u gedacht had? Ja, nou, nog leuker kan het dus echt niet worden. Nou, we hebben nog een klein verrassingje aan het einde. Ik zeg er nog helemaal niks over. Nou, maar ik zou willen vragen of iedereen rustig weer gaat zitten. Want ja, dit was natuurlijk vrij heftig. Sinterklaas, gaat u rustig weer even zitten? Kunnen we even op adem komen? Dit was heftig, dit was heftig. We gaan nu naar een, ja, is een beetje een vreemd verhaal. Het is een houten jongetje, wat heel lang geleden gemaakt werd door Geppetto. Eigenlijk hoef ik niks meer te zeggen, want dan weet iedereen dat ik het heb over Pinocchio. Ooit kwam er een blauwe vee en die zorgde ervoor dat het een echt jongetje werd. En die zorgde ervoor dat hij echt kon zingen, kon dansen. En die zorgde dus ook voor dat hij echt kon optreden in theaters.
in België, maar ook in Nederland. Wij gaan kijken naar een stukje uit de musical Pinocchio. En ik kijk even achter mij en het zit allemaal al klaar. Geef een groot applaus voor Pinocchio! Ja, daar ben ik weer. Dat was hij dan. Sinterklaas, voor de goede orde. Ik zag u een beetje bezorgd kijken naar dit tafereel. Ja. Maar in de musical komt het allemaal aan het einde toch weer goed. Toch? Ja, ik vind het wel erg zielig hoor, wat er tegen die Pinocchio wordt gezegd. Dus knul, hou je poot stijf en je rug recht. Nou, dat is een mooie. Dankjewel, Rijpjespiet. Voor het dat we... Oh, wacht even. Luister, want we moeten even hoofd. Ja. Nee, hoog bezoek voor Sinterklaas. Hoog bericht, bezoek. Bericht van onze vriend. Hallo. Ik zie hem wel. Susan. Ja, ik zie hem. Hoofdpiet! Ja, ja. Hoofdpiet! Ja, wegwijs. Vertel het. Waar ben je? Heb je hem nou? Nee, ik heb hem gewonnen. Ja, ik mooi. Ik heb hem, de gouden meiter. Mooi, hij mooi. Hij is schitterend. Hij zit onder dat doekje. Maar waar ben je nou? Op dit moment? Want je moet nu hier naartoe, heel ben snel. Ik ben de gouden meiter. Wat zeg je? Waar je bent. Nu. Op dit moment. De taart kan elk moment... Ja, die staat op het punt ben, op de... bedoel je? Ja. Dat weet ik eigenlijk niet zo heel erg precies. Weet je niet? Kijk, er staat een paal achter me. Ken jij die misschien? Kijk even waar die staat. Kijk, ik zie een paal, dat is gewoon een grenspaal. Zie je dat? Je staat bij de grens van België, man. België, Nederland. Je bent vlakbij Kabouter Plop. Je bent België, sta je. Je moet hier zijn. Bij België? Ja, België. Ik kan ook helemaal niets aan jou overlaten, man. Blijf daar nou maar, want je bent te ver weg. Je krijgt vanavond geen chocolademelk ook. Niks. Ja, maar... Ja, niks, maar ik heb er niks aan. De taart komt hier dadelijk binnen. Je bent gewoon te laat. Dan maar zonder mijter. Oké. Okay. Ja, tot morgen. Zie je nou wel? Dat wegwijs. Ik zei toch dat die kaart moest toch... Moest toch andersom? Nee. Ja. Het is te bedankt. Laat. Wegwijs, Piet. Bedankt. Ja, goed. Ik roep het de hele tijd al. We kunnen er niks meer aan doen. Ik begrijp niet dat die nog in het personeelsbestand zit. Maar goed. Nee, die taart die komt wel. Is die geen probleem. Ja, ja, die staat wel klaar. Ja, je weet het zeker? Oh, ja, jongens en meiden. De taart staat klaar. Oké. Okay. Dus het kan nu weer open. Jongens, ja, even, okay. Jongens en meiden, even nog niks zeggen. Ook thuis niet gaan schreeuwen. Niet doen. Want we gaan de taart nu binnen. Binnenhalen. Maar ik ga eerst even... Haal ik de Sint erbij. Sinterklaas! Ja, wacht even. Ja. Ja. Sinterklaas, we zijn toegekomen aan
het moment suprême. Zoals mijn ex-collega dat altijd zei. Dat is het hoogtepunt van deze middag. Susan weet ervan, Annette Efke weet ervan, iedereen weet ervan, behalve u. Ja. En dat is die verrassing. En ik zou het leuk vinden, ook programmatisch is dat het beste, als u mee zou lopen tot op het hoofdpodium, dan kunnen wij namelijk de verrassing aanbieden. Programmatisch. Ja, ja, dat leg ik nog een keer uit. Dat leg ik nog een keer uit. Komt u maar deze kant op, Sinterklaas? Ja. Ja? Ik sta al op de grote taart. We gaan deze kant op. Ik moet het niet zeggen. Ja, dank u wel. Kom maar deze kant op. Sinterklaas, kom maar naar beneden. Leuk met die echt. Want we Sinterklaas. Ja, dat duurt even. Het duurt even, hoofdpiet. Ja, het schiet niet. Kom maar verder, Sinterklaas. Doet u vooral rustig aan. Kom maar verder. Gaat goed. Ja, het is nog een hele Sinterklaas, kom maar verder met je staf. Het lijkt wel Zwitserland. Sinterklaasje, kom maar verder met je staf. Want we zijn nu allemaal terug. Ja, die ken ik al. Het is, hoe zit het aan die kant, hoofdpiet? Is de zaak onder controle daar? Voor zover ik het van hieraf kan zien, is het helemaal in orde. Ja, het is voor elkaar. Okay. Het is voor elkaar. Gaat het nu gebeuren? Daar zie ik al de mutsen. Hoi. De grote verrassing. Hoi. Daar komen de mutsen. Ja. De mutsen. Oh, ik zie hem al. Ik zie hem al. Hij ziet het vanzelf. Zit komt ons snel bij. Zit komt erbij. Kijk even, daar komt hij aan. Daar komt jou voorzichtig. Kijk eens even. Kom maar met die grote schaal, want we gaan scheuren allemaal. En één met stuk, en één met twee. Ach, daar zit er niet meer. Eet je buik maar lekker op. Dat u alles al had. U mag blazen, maar dan wordt het helemaal een lang programma misschien. Maar blaast u vooral een keer. Help maar kijk mee. Hoeveel dat er in één keer uitgaat. Blaas uitgaan. Maar mee, meneer Jochem. Ja, ik blaas mee. Staat er 133 op. Komt die 1, 2, 3. Geweldig. Pas op gedaan, Jochem. Weg. En we gaan hem nu aansnijden. En ik mag u echt het allereerste stuk aanbieden, Sinterklaas. Ja. Voor u is het eerste stuk. We hebben het geregeld. Ik ga hem hoog persoonlijk aansnijden. Gaat erin. Zo, en kijk eens, alsjeblieft. Kijk eens. Het mes terug. Oh, jongens. Oh. Geef jij maar Sinterklaas. Kijk eens. Geef jij maar Sinterklaas. Het heerlijke taartstuk. Jongens, doodse stilte even. Sinterklaas, daar komt hij aan. We gaan even aftellen met z'n allen. Daar komt hij. 3, 2, 1. Nee, Wacht even. Ik hoor, jongens en meisjes. Er zijn een stuk of 3 kinderen die roepen nee. Nee, wacht even. Jongens, wacht even. Ik moet even streng zijn nu. Dit is het hoogtepunt van de grote show. Ja. Alles is voor elkaar. De taart. We even niet doorheen gaan schreeuwen. Want dit is het moment suprême. Daar gaat hij weer. Gaat hij weer. Heel een stukje taart. 3, 2, 1. Jochem. Is er nou, jongens? Dit kan helemaal niet. Ik hoor, er zijn nu nog meer kinderen die nee roepen. Ik zou gewoon even vragen wat er is. Ga even vragen wat er is. Ik wacht heel even. Er is daar een jongetje wat overdurend probeert mij. Ja, ik weet niet wat er is. Het komt allemaal goed. Wat zeg je? Komt allemaal goed. Even voor thuis. Er zijn wat problemen. Jochem. Omtrent de taak. Jochem, ik ga even horen wat er nou is. Hallo, hoe heet jij? Arthur. Arthur, wat loop je nou de hele tijd nee te roepen? Gun je Sinterklaas geen stukje taart? Maar er zit drank in waar die in. Dat vindt hij juist heerlijk. Er zit lekker een beetje drank in. Daar houdt de Sinterklaas van, toch? Wat voor drank dan? Een drank waar die in
slaap van... Slaapdrank? Oh. Nee, ja. Maar wie stopt dat daar dan in? Dat heb ik... Hoofdpiet, kunnen we door? Een vrouw die heeft het erin gestopt omdat de Sinterklaas haat, omdat ze geen cadeautje heeft gekregen. Zo. Nou, dat is een raar verhaal. Hoofdpiet, kunnen we door? Ik weet ook misschien wel waarom. Waarom dan? Daar zijn we mee bezig, jongens. Ik was ook een keer op kind en daar werd Kiki Dietrich op... Hoofdpiet, Sinterklaas krijgt honger, hoor. Ik vind het allemaal leuk en aardig. Zij hebben een beetje te veel fantasie, dus vaker met kinderen. Jongens, we gaan nu echt de taart opeten. Kom op, hoor. 3, 2... Het klopt, dat verhaal. Wat? Er waren er 5 Sinterklaas die het zeiden. Wat is er? En allemaal hetzelfde verhaal. Een slaapdrank. In de taart? In die taart. Die zit helemaal vol met ellende. Oh, ja. Geloof die kinderen. Het is heel goed dat u geen stukje heeft genomen. Is het echt waar? Ik vertrouw het ook niet meer. Het hele ding moet in de bak. Wegwezen. Koks. Weg met die taart. Het is dood en doodzonde. Jongens, daar gaat de verrassing. Maar dat kunnen we het risico niet nemen, jongens. Daar gaat de verrassing. Hij moet weg. Weg. Kom op. Weg. Ja, maar wacht even. Ja, ja. Oh, wat het is de grote verrassing. Sinterklaas is wel gered. Het is de grote verrassing. Wat verschrikkelijk. Er zat echt. Ja, het is heel erg, maar we kunnen er niks aan doen. Als zij dat zeggen, dan klopt het. Kom nou eens even hier. Meneer Jochem, kom maar. Ik vind het zo verschrikkelijk, Sinterklaas. Alles was onder controle, alles liep perfect. Jody Bernal, we hadden een. En dat, ja, en vind nou het, heeft u dus een grote verrassing voor mij. Ja, ik vind het verschrikkelijk, echt. En dat gaat niet door. Nee. En nou is uw hele feestje bedorven. Ja. Maar het mijne niet, hoor. Echt niet? Nee. Want wij vieren wel feest samen met een hele berg pepernoten. We gaan voor de pepernoten. Ja. Pepernoten, jongens. Dat is ook veel lekkerder. We gaan voor de pepernoten. De echte pepernoten. Ja. Hier zijn zakken. Pieten. Deel ze rond, die pepernoten. We gaan pepernoten uitdelen en ik ga meteen afscheid nemen van alle jongens en meisjes thuis. Aha. Dit was het einde van het grote feest van Sinterklaas. Dank u wel allemaal. Ook voor hier. Hartstikke bedankt voor het meedoen, voor het meespringen, voor het meezingen. Een hele fijne Sinterklaas de komende dagen, voor zover die dan nog gevierd wordt. En ik hoop u weer snel te zien. Het laatste lied, dat is duidelijk. Tante Susan aan het Tefka, kom erbij. Want we gaan nu even zingen met z'n allen. Dag Sinterklaasje. Oh ja. Zullen we dat doen? Sinterklaas, dank u wel. Graag gedaan. Het was het mooiste feest wat ik ooit heb gehad. Gelukkig, ondanks de taart. Helemaal goed. Helemaal goed. Helemaal goed gedaan, Jochem. Zullen we het doen? Zullen we het doen met z'n allen? Zo'n taart. Dag Sinterklaas.